Het leuke aan koken vind ik het blij maken van mensen die bij je komen eten. En het maken van gerechten dat je later weer hoort van dat het lekker was van de mensen. Ik vind het heel mooi om te horen van de ouderen hier dat ze blij met me zijn dat ik hier ben. En dat ze dat je dan opeens zo'n mooie glimlach op hun gezicht ziet. Daar krijg ik een warm gevoel van. Auto's komen hier vaak oud en afgeracht binnen en dan is het hartstikke mooi om zijn auto weer helemaal splinternieuw en glimmend en alles vanaf onder weer mooi eruit laten te zien. Ik vind het mooiste aan dit vak vind ik dat je in het voorjaar het zaaien en poten doet. En dan zie je eigenlijk gewoon het hele jaar zie je de gewassen opgroeien. En aan het eind van het jaar dan mag je ze weer oogsten en dan kun je gewoon de opbrengst zien van wat je het hele jaar hebt verbouwd. En dat vind ik het mooiste aan het vak. Ik weet nog niet wat ik later wil worden, maar ik hoop dat deze school mij daarbij helpt. Ik koos voor Beekland omdat de school kleiner is en er meer vrienden op school zitten. Ik heb voor het Beekland gekozen omdat er kleinere klasjes zijn. En dan kan ik me beter concentreren en dan is het minder druk in de klas. Ik wil later banketbakker worden met chocolatier. Ik wil later heel graag ambulanceverpleegkundige worden. Ik wil motoragent worden omdat het een kick geeft om mensen op te pakken. Welkom op het Beekland. Bij ons op school kun je loopbaan leren. We gaan je laten zien wat dat is. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw heb je samen met je ouders loopbaangesprekken met je mentor of met je coach. In de eerste en de tweede klas krijg je het vak omgangskunde. Daar leer je onder andere hoe je later een leuke baan kunt vinden die bij je past. Bij omgangskunde leren we presenteren of organiseren en heel veel andere dingen over onszelf. We gaan ook op bedrijfsbezoek. Dan kunnen we kiezen waar we een kijkje willen nemen. Dat kan zomaar de brandweer zijn of de manege. Zo kunnen we beter nadenken over wat we later willen worden. In de bovenbouw krijg je het praktijkvak DNP. Bij DNP heb je een beetje van alle beroepsgerichte vakken van het VMBO. Zo kom je in aanraking met allerlei soorten werk. Je hoeft dus op het Beekland in de tweede nog geen richting te kiezen. Op het Beekland loop je ook stage en hierin kan je dus echt ontdekken wat je leuk vindt. Ik loop hier stage om oude Landrovers, oude auto's die kapot zijn, weer te laten maken en dan ook weer te laten rijden. Met DNP kunnen we stage lopen op verschillende plekken en kijken of we het wel of niet leuk vinden. Een onderdeel van de auto, mooi zwart spuiten en alles wat oud en lelijk is, naar nieuwe onderdelen vernieuwen. Dat mag ik hier ook wel eens doen. Ik zit nu in klas 4 en nu loop ik bij een verzorgingscentrum voor ouderen. Ik vind het leuk om met ouderen te werken omdat ik niet goed stil kan zitten en het ze ook heel graag naar de zin wil maken. De opleiding die ik hierna wil doen is naar het Gaasschop College, naar het Hooggebouwd Zorg en Welzijn en dan graag naar niveau 2 toe en dan hoger komen. Op het Beekland kies je dus pas in de vierde voor een richting in het MBO of voor de HAVO. Je weet dan niet alleen wat je moet kiezen, maar ook hoe je moet kiezen. En dat is nou loopbaan leren. Ik ben na het Beekland ben ik naar het AOC gegaan. Daar doe ik nu de opleiding loonwerk niveau 2. Ik loop nu stage bij Woestenink Adelen in Laren. Ik heb voor het Beekland gekozen omdat daar de brede opleiding DNP werd aangeboden. Bij DNP leer je veel computervaardigheden die later voor de boerderij erg van pas kunnen komen. Ik heb
vorig jaar eindexamen gedaan op het Beekland en ik doe nu kokniveau 2. Bij DNP leer je veel verschillende dingen. We kregen ook praktijkopdrachten in de keuken en zo ontdekte ik dat ik kok wilde worden. Ik vond het fijn dat ik op school nog niet zo vroeg hoefde te kiezen. Tijdens mijn stage in de bovenbouw ontdekte ik dat ik kapster wilde worden. Ik werk nu in de kapsalon en ik merk dat ik na het Beekland een goede keuze heb gemaakt.